Karen van den Bos, coördinerend apotheker in het Schakelzorgcentrum in Pellenberg. Een schakelzorgcentrum is een kort verblijf waar patiënten worden opgevangen om overbelasting van het ziekenhuis, de thuiszorg of woonzorgcentra te voorkomen. De patiënten die hier voornamelijk aanwezig zullen zijn, zijn ofwel COVID-positieve patiënten die in herstelfase zijn, ofwel personen die geen COVID gehad hebben, maar waarbij de thuisomgeving niet aangepast is om deze bewoners op te vangen. Momenteel zijn we in de voorbereidingsfase van het schakelzorgcentrum. Wanneer de ziekenhuizen dreigen vol te raken, zal het schakelzorgcentrum door de overheid geactiveerd worden. We zijn dan klaar om onze eerste patiënt op te vangen.